beste mensen, van harte welkom. We hebben een terugblik op leven en werk van Pieter Verhoef. Wat heel mooi genoemd, een live in memoriam. Pieter was hier heel vaak op het filmfestival. Ik heb eigenlijk niet meegemaakt dat hij er niet was. Bij de opening, premièrefilm bekijken, drankje drinken aan de bar en doorpraten over de film die we hadden gezien, maar over ook heel veel andere dingen. Ja, en nu is Pieter er ineens. Woensdagavond was dat meteen al een hele leegte. Wij gaan doorpraten, want het is vanmiddag ook een hele bijzondere middag, want na dit gesprek zal de vuurtoren worden vertoond op filmdoek. U kent de film misschien nog als televisieserie. En tussen dit gesprek en de filmvertoning, dus in dezezelfde zaal, is er een kleine pauze. Maar we gaan er eerst over praten, ja, wat Pieter eigenlijk met Friesland had. Over zijn successen. We hebben fragmenten laten we zien. En dat doen we met Geert Mak, al een hele oude bekende van Pieter. Hanneke Heermans, nou, die heeft Pieter als geen ander gekend. Echtgenote. Maar zo net zagen we de film Van Geluk gesproken en daar had je hulp geboden bij de montage. Zeker. Personal assistant in een aantal films. Nou, dat zeiden we grappend hoor. Dus, dat was niet echt. Paul van der Bos, cameraman vanaf de 3M, maar daarvoor ook al bij documentaires die Pieter heeft gemaakt. En Het Gat van Nederland, we komen er zo nog uitgebreid over te spreken. Peter Tuinman, het is een beetje hier zitten de Vriezen en daar zitten de Hollanders, zeiden we zo net. Yeah. De taalstrijd wordt hier ongeveer. Precies. Ja, ja. Peter Tuinman heeft in heel wat films gespeeld van Pieter Verhoef. Van Geluk gesproken zagen we hem nog, maar ook in de Friese producties. De Dream, de ja. Vuurtoren en Dette Glashouwer. En Dette vervangt Joke Tjals, maar die was aangekondigd, maar die kon niet. En Dette, nou ja, die heeft nog meer recht van spreken misschien, want Pieter heeft wel liefst twee documentaires over jou gemaakt. Zeker, ja. Er worden opnames gemaakt, dit wordt geregistreerd, dus hier staat een camera, dat moest ik er even bij zeggen. En bij het binnenkomen heeft u muziek gehoord van Kees Bijlstra, de huiscomponist, mogen we wel zeggen, van Pieter. Muziek uit de drieën was dit. Ja, het is stil zonder Pieter, dat zei ik al. Pieter was hier eigenlijk altijd. En hoewel hij op jonge leeftijd, 18 jaar, Friesland verliet, de Lemmer verliet voor Amsterdam, kwam hij eigenlijk altijd weer terug. Er was een haat-liefdeverhouding. Nee, zijn grote liefde voor Friesland. Maar het is altijd wel een thema. En daar heeft hij zelf ook hele mooie dingen over gezegd. En ja, Pieter is hier niet, maar het leek ons toch heel goed om Pieter eerst eens even aan het woord te laten. Dus het eerste fragment gaat Pieter over Friesland. Nou ja, ik vond het op de duur natuurlijk saai in zo'n dorp. Of natuurlijk, dat vond ik. Ik vond het saai, ik word er fut. De herhaling van de dingen, zeg maar. Er was net genoeg avontuur, net genoeg spanning. En waar ik me in bekwam of ontwikkeld je voel, ja, dat moest buiten het dorp plaatsvinden. En ik ging als jonkje op vakantie in Amsterdam en dat maakte een overweldigende indruk. Dus dat vond ik, heb ik altijd een fascinerende stad voelen. En daar woek ik echt heen. Ik woek echt in Amsterdam. Ja. Okay. Waarom deze historische gebeurtenis als basis van de film? Nou, omdat er een aantal elementen in zitten die mij zeer interesseren. En die mij geschikt lijken voor het maken van een schoon filmverhaal. Het gaat natuurlijk niet om een reconstructie van de zaak Hogerhuis. Ik haal uit deze complexe geschiedenis mijn waarheid, zal ik maar zeggen. Omdat ik een aardig verhaal vond over de zaak Hogerhuis, waar Hans Sleurink al jarenlang mee bezig was. En waarin dat Fries een dramatische factor is. Tegenover het Hollands, de autoriteiten beschouwden de Fries als een boerentaaltje. En het kan de Friezen in het verhaal karakteriseren in hun eigen wijsheid, in hun vrijheidszin, in hun onafhankelijkheidsstrijd, zal ik maar zeggen. De omroepbaas die zei ik van, ja, waarom doe je dat niet gewoon in het Nederlands? Roelof Kiers, directeur van de VPRO. En ik zei, nee, want ik hoor die mensen praten in het Fries of in het Lemsters.
Wat is dat nou? Ik zei, ja, je bent gewoon een jaloerse Drent, jullie hebben geen taal. Dus gewoon dat kromme dialect, vandaar dat je dat dus... maar ik kan het erop zetten dat het dus in het Fries weer... En Pieter Terpstra heeft het eerst in het Fries vertaald en toen heb ik het zelf wat waarom zetten op mijn... op een soortement van Lemsters, zeg maar. Ja, nou om daar meteen maar mee te beginnen. Toen bij zijn dood, allemaal stukken in de krant en herdenkingen. En op de Lemmer was Pieter een Lemster-filmer. In Amsterdam, AT5 en het Parool schreven, geloof ik, dat was een Amsterdamse filmer. In Friesland natuurlijk was hij een Friese filmer. Hoewel de kop bij de Leeuwarder Krant was, geen Friese filmmaker en toch ook wel. Dat Azek Waldhaus schreef dat. Geert, hoe Fries was Pieter als filmer? Je kunt het wat onafhankelijk, als onafhankelijk iemand, Pieter goed heeft gekend, maar je kunt er wel wat over zeggen. Hij was net zo'n Friese filmer als Teun de Vries een Friese schrijver was. Dus dat zat uiteindelijk in al zijn vezels. En hij meer dan Teun de Vries, want ik vind echt dat je beide met elkaar kunt vergelijken. Beide zijn natuurlijk hele grote internationale Friese geworden. Maar hij was meer nog dan Teun de Vries, heeft hij ook de Friese taal altijd, is hij blijven koesteren. En wat hier net die discussie hierin voorkwam, hij liet iedereen ook in Fries spreken, ook omdat iedereen hier weet dat het compleet belachelijk is om de hoofdpersonen van het teken van het beest bijvoorbeeld, die armoedzaaiers daar ergens in Drachtse Komenijen, om die Hoog-Hollands te laten praten. Dat is totaal krankzinnig. Dus... dat gevoel heeft hij ook gehouden, maar hij heeft volgens mij ook altijd toch het Fries willen neerzetten. En ik denk dat hij daar alleen al in dat opzicht veel belangrijker is geweest voor de Friese cultuur dan men zich vaak realiseert. Ik denk absoluut dat het waar is. Hè. Plus het feit dat, wat Pieter heel goed besefte volgens mij, is dat de Friese taal in zijn beeldende kracht... Ook merk je dus ook dat het die binding heeft met het Engels. Want als je het vaak één op één vertaalt naar het Nederlands... dan gaat er een gedeelte van die beeldende kracht gaat verloren. Ja. En hij heeft dat verhalende natuurlijk meegekregen als Fries. Hè? Het winterjonnenocht. De Friezen hebben toch een geschiedenis van elkaar verhalen vertellen. Absoluut, ja. En dat merkte je heel erg bij Pieter. Dat hij daar zeer scherp in was. Tegelijkertijd zie je met zijn totale werk... dat hij natuurlijk zo internationaal als de kleren is. We zijn een aantal malen met zijn films naar het buitenland gegaan... en de lof die hij dan ontving voor de manier waarop hij filmde, et cetera... was ongekend. Ik denk echt dat je kunt stellen dat Pieter wat dat betreft... echt wel een icoon is van onze filmindustrie. En hij kwam uit Friesland en dat heeft hij ook altijd gebruikt. En daarnaast ook heel veel dingen gedaan... buiten het Fries om. Zijn spectrum is ongelooflijk groot als je nu ook weer terugkijkt wat hij allemaal gemaakt heeft. Hij is heel bijzonder. In zekere zin te vergelijken een beetje met Edgar Wright van Heimat. Hè, die ook een magistrale tv-serie heeft gemaakt in Duitsland, maar ook daarbuiten. Echt heel beroemd geworden. Maar altijd teruggreep op zijn verleden in Hunsrück. Een keer zijn we ook met z'n allen, weet je, want we naar een voorstelling. En Pieter was helemaal door dolle heen dat hij eindelijk een keer Edgar Wright persoonlijk kon ontmoeten. En natuurlijk ook zijn beeldschone vrouw die prachtig zong en een beetje schil keek. Dat ook, maar... Ja, hij is lang gebleven, denk ik. Hè? Ja. Heeft daar ruim de tijd voor genomen. Ja. Ach, heerken. Hè? Hey Paul, hoe was dat? Sprak je, hij sprak ook Fries op de set. Hoe ben jij met Pieter in contact gekomen? Via de VPRO. Ja. Ja. Ik wil nog wel even iets vertellen over dat... We reden een keer... filmen is voorbereiding. Hè. We moesten eindeloos voorbereiden. Dat kan niet anders gewoon. Anders kan je geen historische films maken. We reden een keer vanuit Amsterdam over de Astradijk. En we waren geloof ik bezig met... Vuurtoren of zo. Of nog later eigenlijk. Misschien voor Nienke ook wel, ja. Toen keek Pieter naar buiten. En toen op een gegeven moment is de Astradijk is afgelopen. Dan kom je in Friesland... En ik keek hij naar buiten, toen zei hij, zo voor zichzelf uitkijkend, zei hij, hier ben ik wereldberoemd. Ironisch, hè? Dirk, jullie kwamen uit dezelfde streek. Jij komt uit Hinderlopen, uit Hielpen, Pieter van der Lemmer. Dat schept een speciale band, want Pieter heeft, wat ik in het begin zei, 2 documentaires over jou gemaakt. Hoe was het ook zo? Jullie verstonden elkaar direct
Ja, beter dan wie dan ook? Ja, we kenden elkaar van toneelschool. Toen had hij me gespot, maar in de Dreum was geen plek meer voor me. En later zou ik in de Vuurtoren spelen, naakt, lopend in de fanfare. Ja. Maar die rol is eruit geschreven. Oh. Die opname zijn toch wel geweest? Wat zeg je? Zijn die opname toch wel geweest? Niet die van die naakt. Nee, net ervoor. Maar ik heb dus mijn geld er wel voor gekregen. Maar dus toen hij uiteindelijk, dat was naar aanleiding van dat boek, toen God verdween uit Jorvert, ging hij een documentaire, was hij gevraagd, maar dat weet jij beter. Ja. Toen werd hij gevraagd om iets te doen van wat aan het veranderen was in Friesland. En ja, omdat hij natuurlijk zo uit de lemmer kwam, kwam hij toen bij mij. We hebben dezelfde toren, hebben we een paar keer gezegd. En jullie hadden ook misschien wel een beetje diezelfde achtergrond. Hè? Pieter wat uit een orthodox verbinden, zeggen we hier, en jij ook. Ja, precies. Ja. Dus daar kon hij zich... Dus ik was wat dat betreft een goed voorbeeld voor hem, denk ik. Ja. Ja. Nou, heeft hij zelf ooit eens gezegd, hè, over die relatie ook met Friesland. Ja, en hij kon zichzelf ook goed relativeren. Ik ben eigenlijk ook al een beetje van de... Ja, ik ben de streekromancier van de Friese film. Maar Hanneke... Dat is toch wel een beetje... Nou, dat deed hij natuurlijk gekscherend. Sorry, ik stond... Ik ben de streekromancier van de film, van de Nederlandse film. Ja, maar hij wilde niet echt als Friese filmer, Friese streekfilmer gezien worden. Hij had ook een gruwelijke hekel eigenlijk aan die mensen die dat Fries zo als soort nationalistisch-achtige... zich toe-eigende. Nee. En hij zag het ook gewoon veel breder. En vond het natuurlijk een hele mooie muzikale taal. Waar hij uitstekend mee uit de voeten kon. Ja. Hij kwam heel vaak terug. En dan had hij ook in zijn onderwerpen voor de film, voor de fictie. Maar ook in de non-fictie, de documentaires, nou over Dette. Maar bijvoorbeeld een van de onderwerpen, Friese schrijver, Tjebbe Heddinga heeft hij geportretteerd. We hebben jullie gevraagd om met een fragment te komen, een lievelingsfragment. Geert, jij hebt gekozen voor een fragment over Tjebbe Heddinga. Ja, ik vond het een onvergetelijke documentaire. Dat had uiteraard met Tjebbe Heddinga te maken. De meest bijzondere mensen die ik hier ooit heb gekend. Maar ook toch wel heel erg met Pieter, hoe Pieter dat deed. En hoe hij in die intimiteit kon opereren. We hebben het een keer, toen we aten een keer met z'n allen, en toen een beetje praten over Pieter. En toen hadden we ook een discussie met vrienden, want die hadden Pieter erg meegemaakt uit een grote regisseur met producties en camera's en toestanden. En dat is echt een heel groot bedrijf. En dat had Pieter perfect in zijn vingers. En Freek Smink zei dat, en die zit hier ook. Maar die zei toen, ja, en dan liep Pieter daar op zo'n filmfestival als hier, liep hij opeens rond met een klein handcameraatje. En zat hij wat te pielen eigenlijk. Hij zei, nou, zo zei hij ook wat. Hij zat helemaal niet te pielen. Hij vond het heerlijk. Hij vond het fantastisch. Dus, en het was ook voor hem een manier om heel dicht bij zijn onderwerp te komen. Ja. En dat je niet grote camera's erbij had en... Was een soort intimiteit tussen hem en degene die hij portretteerde. Ja. Dus Pieter vond het heerlijk. Hij kon het allebei. Dat was natuurlijk uniek eigenlijk. Als cameo. Cameo kwam in de mode in die tijd ook. Maar Pieter deed het altijd al. Zullen we dat fragment even bekijken? Ja. Het fragment is uit die... In dat ziekje zonder wudden. Zonder vinnen. In dat ziekje zonder vinnen heet het. Fragment uit die documentaire over Tjebbe Heddinga. Nog ook mij het waard, hè? Hè? Er is nog ook mij het waard. Ja. Ja, ja, ik maak je graag deze tocht even. Ja, dat ook al hier. Ja. Ja. Dat is alle keren in het weer een hele ongedame reis. Ja, ja. Maar wat is het speciale van het volk? Dit is het hele vaak hoe het eilandgevoel of eilander. Dit is het net alleen mijn Vlieland of mijn waardeiland te maken natuurlijk. Het is breder als dat, zichtbaar. Ja. Het is
Het is cinema van ergens, van een vers punt, aangeen naar wat droogt, zeg maar. Wat in beweging is. Ja, ja. En dan zoals hier nou de verste bal loslist om naar de eiland te gaan. Zij is in had ik het broek zien waar in verbeeld in de zin is het ik een losgaan van een verste duistere realiteit naar een werkelijkheid van beweging van ergens heen zonder dat het einddoel is. Ja. Dat is een fundamenteel romantisch gevoel. Dat is romantisch, ja. Dat is zo. Ja, vreemde kusten. En... Ja, het is ik in vreemde kusten. Het is ik hield het verboen. Nou is het zo saai aan het ziekje. Ja. En ik wil, het is verboen aan het reizigen. Ja. En het reizigen is ik. Ze hebben een doel, maar het is ik het verslag van wat je onderwijs, wil je nog lang net bij het doel binnen tegenkomen. Ja, maar wat zie je dan? Dat is de vraag. Ik zou het net weten. Ja, mooi. Ja, mooi. Nou ja, die documentaires, Paul, dat begon, jij hebt die begintijd meegemaakt ook ja. Van, Gat van Nederland, wat was ja. Dat voor soort programma bij de VPRO? Ja, Gat van Nederland, dat had Jan Blokker bedacht, volgens mij, en dat ging eigenlijk over een wereld waarvan mensen wel het idee hadden dat die bestond, maar die zagen ze nooit. En Jan die stuurde ons er gewoon op uit om dat soort dingen te laten zien. En ja, dus we kwamen op de gekste plekken die Nederland nog nooit gezien had. En ineens hadden we 1 miljoen kijkers. Want je werd in een wereld gezet die mensen misschien wel dachten van die zouden wel eens kunnen zijn. Maar wij kwamen echt met materiaal terug wat nog nooit iemand had gezien. Dat was interessant aan je. En dat waren echt reportages toen, ja, die uitzending duurde geloof ik 2 uur of zo. Het kon toen nog. Ja. Maakte niemand een bal uit en als het een half uur later was, was het ook goed. Ja, het is echt een fantastische tijd, ja. Het was het begin van het reportage draaien eigenlijk. En Pieter, ja, dat was misschien een beetje ervoor, die experimenteerde dan ook toch wel met documentaires, met dat er ook fictie in zat. Dat was later, ja. Maar het echte documentaire werk, op, zeg maar, met camera's die handheld waren, dus die je makkelijk kon dienen en hoge gevoelswaarde toen, waren ook een lab in Nederland dat die film ontwikkelde op een speciale manier, zodat je dus met weinig licht best veel kon laten zien. En dat hadden we allemaal uitgevonden met elkaar. Dat was de cameramensen onderling dan. En ja, daar maakte Pieter natuurlijk gebruik van. Dat vond hij fantastisch. Daar was hij blij mee. En wij ook natuurlijk, ja. Maar het was zelfs zo dat het werd gemonteerd in Hilversum. En de avond voor de uitzending waren er 20 montagekamers bezet voor ons programma. Kan je je voorstellen? Dat is dus echt heel veel gewoon. Ja, en dag en nacht werd daar aan gewerkt. Ja, dat is wel bijzonder. Sherry Duidens, Pieter, ja. Al dat soort mensen, die werkten daar gewoon voor. En heel hard, ja. Maar het had ook veel succes. Er werden ontzettend veel mensen keken. En ik weet wel dat ik ging wel eens naar buiten tijdens de uitzending, want ik had het natuurlijk wel gezien. Dan zag ik overal die televisies. Er zaten al die mensen die keken daarna. Ja. Fantastisch beeld. Ja. Ja. Maakte dat Pieter eigenlijk wat uit, volgens jullie? Televisiewerk nee, of maar, film? Nee, het was even serieus. We hebben, of je nou een klein interview draaide of een grote speelfilm als Nienke, dat maakte eigenlijk geen verschil. Gewoon de intentie, die was er eigenlijk altijd. En hij bereidde zich altijd heel goed voor. Ook op een interview of wat, en dat maakte allemaal niks uit. Het ging gewoon om het beste. En dat had hij in de speelfilms ook heel sterk, ja. Enorm werkelijk, ja.
Dette, je hebt het meegemaakt, twee keer meegemaakt. Hoe werkte je met Pieter? Werkte Pieter als documentairemaker? Nou, wat me dus opviel was dat Pieter ook best heel onzeker kon zijn. Dus ik herinner me bij de allereerste film van Dat is Memmetaal, dat we de eerste dag hadden we gedraaid. En ik was de hele tijd mezelf ook aan het censureren. Want ik dacht, ja, als Pieter dat straks gebruikt, dan dat wil ik niet. Toen daarna heb ik met Pieter gesproken en ik zei, ik wil me niet meer censureren, maar dan wil ik graag aan het eind kunnen zeggen wat ik er wel of niet in wil hebben. En nou, dat leek hem goed, zei hij. Maar hij zei zelf ook, ja, ik was ook zo niet tevreden over hoe ik aan het interviewen was, dus we gaan het echt anders doen. En dat vond ik eigenlijk zo fijn, dat hij dat gewoon kon zeggen van, ja, nee, ik vond mezelf ook helemaal niet goed. Hij kon zichzelf ook, ja, volgens mij heel vervelend vinden als hij zichzelf terugzag met zijn vragen. Maar hij had zo'n openheid daarin. En dat maakte mij ook open. En ook het zo'n fragment met mijn moeder zit erin. Dat het me zo verbaast ook hoe hij haar met zijn warme charme kon laten glimlachen. Ja. Hij kon mensen ook goed aan de praat krijgen, dus ook, of ja. Ja, maar ik voelde me nooit misbruikt door hem. Nee. Dat was, dus ik voelde me dat ik hem kon vertrouwen. Jij bent ook met hem mee geweest, of hij is met jou mee geweest naar Amerika. Ja. De tweede keer, ja. Ja, hij is met mij mee geweest naar Amerika. En wat daar ook, vond ik eigenlijk ook heel bijzonder achteraf. Hè, want dat is, hij was al dik in de 70 toen. 2011 was het, ja. En met een cameraatje zelf. En het was zo ongeveer zonder geld. Dus moest couchsurfen. Nou, hij ging gewoon mee couchsurfen. Sliepen we soms op de meest bizarre plekken. Ik heb nog een foto dat hij... hij sliep dan op de couch van de hond. Maar hij had toch geen last van de stank, gelukkig. Maar hij was, had er zin, hij ging gewoon mee in dat avontuur. En ook daar zag ik weer zo'n onzekerheid of dat wel überhaupt wat ging worden met die film. Vaak in de montage was dat zo. Dan had hij echt een periode kon hij hebben die totaal niet meer zag zitten. Dan zei hij tegen mij van, nou, volgens mij val ik nu heel erg door de mand dat ik het niet kan. En dan was hij dagen super onzeker en radeloos eigenlijk. Ik dacht van, nou, hier kom ik echt nooit meer uit. En op den duur zei ik altijd tegen hem, ja Pieter, dat heb ik al wel vaker meegemaakt. Maar het gaat echt wel gebeuren dat je weer vindt waar je naar op zoek bent. En dat je er wel weer uitkomt. Ja, ik herinner me dat ik me toen ook wel een beetje verantwoordelijk voelde. Want ik begreep dat hij met die film ook dacht, waar moet dit heen? En dat ik ook dacht van, oh, het is, van alles ging niet door in Amerika. En zo, arme Pieter, hoe moet hij hier een film van maken? Ja. Maar het was de kracht van Pieter, vind ik ook. Omdat hij tot het laatst toen een hele creatieve kunstenaar is gebleven. Dus en dat is voor mij altijd iemand die zich nooit herhaalt. Die voortdurend nieuwe dingen en bereid is op zijn bek te gaan. Ja. Want als je echt wilt vernieuwen, dan moet je dat risico durven lopen. Ik had ooit een oude hoofdredacteur die zei bij de NRC, dat is verder ook niet goed wijs hoor, maar hij zei wel, elke maand moeten er minstens 3 mislukte stukken in de krant staan. En dat ging om hetzelfde. Je moet op je bek, dat had Pieter heel sterk. En daarom was hij ook echt zo. Ja, bij sommige kranten lukt dat ook vrij jaren, volgens mij. Hoor. Nee, maar Russen ook niet voor jezelf tevreden was. Dus ook in de montage, dat ging eindeloos door en pielen. En net nog weer eventjes dat veranderen. Zeer perfectionistisch daarin. Ja. En hij bemoeide zich ook overal mee met de muziek en met geluid en de mixage. Maar hij was natuurlijk ook, gewoon van nature was hij ongelooflijk muzikaal. Hè? Want als Pieter begon te zingen, had je toch altijd de neiging om met z'n allen maar even te gaan zingen. Ja. En dat hoor je ook weer, dat hij bijvoorbeeld bij Van Geluk gesproken, dat heeft hij allemaal zelf, heeft hij dat gezongen. Waarvan ik denk, dit moet op cd, hier gaan we gewoon een hitje mee scoren, weet je wel. Hij kon prachtig zingen. Ja, nee, het zou nu op een andere manier uitgebracht worden. Zo dat denk ik wel, ja. Met allemaal poeha en inderdaad een dikke hitscore. Ja, absoluut. Ja. Maar hij kon het ook heel aardig verbloemen. Hij kon ook, als we een speelfilm deden, dan
als je speelfilm doet, dan word je met de auto opgehaald. Het is geen luiheid, maar je bent zo verschrikkelijk moe dat het gevaarlijk is om zelf te rijden. Dus nou, werd Pieter werd opgehaald, dan werd ik opgehaald. En dan zat Pieter met de ochtendkrant achter in de auto. En dan liet zo open en dan zat hij een beetje te lezen. En dan zei hij, dan denk je, Bos, hadden we wat gisteren? Weet je wel? Dus dat bedoelde hij mee. Hij was nog zeker onzeker over wat we dan gedraaid hadden. Ja. En dat verbloemde hij dan een beetje op die manier. Ja. En dan, ja, dan moest ik hem een beetje geruststellen, zover als dat ging. En dan hadden we het over de scènes en dan werd hij kalm aan. Dan werd hij rustig van. Ja, zat meestal de voetbaluitslagen ja. te lezen. We gaan naar een wat oud fragment. Dat is een van de eerste films, denk ik, die Pieter heeft gemaakt. Pieter had een opleiding gehad in Driebergen, de Horst in Driebergen, de Sociale Academie. En daarna dus ging hij pas naar de Filmacademie. Maar Pieter heeft ook altijd wel iets gehad, maar daar kunnen we het straks even over hebben, dat hij wel de mensen wat wilde leren, misschien. Nou, hij heeft ook schrijversportretten gemaakt. Tjeb Hettinga hebben we net gezien. Maar hier in Friesland, hij kwam steeds in Friesland terug en dat was vanaf het begin. Hendrik Algera heeft hier een prachtig portret over gemaakt. Hendrik Algera, de oud-hoofdredacteur Fries Dagblad. En zijn vader had het Fries Dagblad, was correspondent voor het Fries Dagblad in de Lemmer. Maar hij heeft ook een portret gemaakt van Trine Siemersma. En Trine Siemersma, Friese schrijver, woonde hier in de jaren 60 op het platteland. En er was veel reboelje om de boeken van Trine Siemersma. Je had in Nederland, in Holland, zeggen we hier, Jan Wolkers. Maar hier hadden we Trine Siemersma. En ik wilde jullie graag dit fragment laten zien. De schrijver Trine Siemersma woont met zijn gezin in het 300 inwoners tellende dorpje Gouw. Hij is er onderwijzer aan de christelijke lagere school. Het bestuur heeft hem echter verzocht uit te kijken naar een andere school. Men houdt daar niet zo van zijn boeken. Jammer. Ze hebben anders wel een mooi uitzicht. Meneer Siemersma, waarom schrijft u altijd in het Fries? Het is de taal waar ik in opgevoed ben, waar ik in leven, waar ik alles in zeg en denk wat ik te zeggen en te denken heb. Die taal ligt me het best. Ik beheers natuurlijk het Nederlands wel tot op een zekere hoogte, maar het blijft voor mij altijd een beetje een kale en een dode taal. Dat is natuurlijk erg subjectief, maar ik heb die taal aangeleerd op school en ik kan er me in uitdrukken. Ik heb er in leren denken en in leren rekenen, schrijven, taal en weet ik het allemaal. Maar toch blijft het een taal die me eigenlijk vreemd is. Als ik een andere taal moet schrijven dan het Nederlands, dan moet ik me beperken tot een eigenlijk verstandige opbouw van mijn verhalen, van mijn gesprek. En schrijf ik Fries, dan kan ik me helemaal geven. Ja, dat is een fragment. Het is gedraaid door Jan de Bont, voorganger van jou. Jan de Bont is wereldberoemd geworden in Amerika. En de interviewer hoorden jullie Jimena Groenier, Pieter zijn eerste vrouw. Die heeft ook interviews op het, met mensen gehouden. Wat altijd opvalt, dat viel hier ook wel op, dat Pieter zijn, en dit blijkt niet zozeer uit dit fragment, maar wel uit het hele documentaire. Pieter bereidde zich altijd heel erg goed voor. Er werd zo net al iets over gezegd, maar Pieter deed heel veel research. Ja. Bijvoorbeeld ook voor de Dream en voor Nienke en... Geert, kun jij daar iets over zeggen? Hoe Pieter ging volgens mij zelfs de archieven in ook. Ja, absoluut. Maar ik heb zelf een rare situatie meegemaakt. Ik was bij de opnames van de Dream en er was een scène waar de schoolmeester... Oh ja. Die loopt daar het stoep van het politiebureau af. Er loopt de mogelijke dader, de vermoedelijke dader, is verhoord, loopt de stoep af. En de schoolmeester, een van de helden van het verhaal, Vreersmink, die bedriest en jong, die vliegt die man af en zegt, smerige bliksem, je hebt het gedaan, et cetera, die raast op hem af. En in mijn familie is altijd het verhaal van mijn oom Petrus, toen 16 jaar, toen de dader uit het gerechtsgebouw kwam, die ook... buiten het cordon brak en ook op die man is afgevlogen en daar nog een dag voor in het cachot heeft gezeten. En daar was hij later ook heel trots op. Dus ik zei, Pieter,
Dat heb je goed uitgezocht, hè? En Pieter zei, ja, maar helemaal niet. Dat heb ik om dramaturgische redenen gedaan. Dus hij was een goede researcher, maar ook een hele goede... Het is gewoon echt gebeurd ook. Ja. Hij opnieuw zijn precisie. En merkt hij aan alles. Bijvoorbeeld in Nienke zie je dat ook heel duidelijk. Die eindeloos heeft geplozen. En hoe de geschiedenis met Troelstra werkelijk is gegaan. Hoe de context was. Daar zit heel veel research achter. Heel educatief ging die bijna te werk, Hanneke. Hoe zie jij dat? Nou, even over dat research terugkomen. Ja. Om een goed verhaal te kunnen maken, moet je af en toe ook de werkelijkheid naar je hand zetten en iets verzinnen. En hij vroeg ook wel eens over Nienke van, het is allemaal echt gebeurd, maar sommige dingen zijn niet echt gebeurd. En dan ging hij wel eens vragen bij schoolvoorstellingen of ergens, wat ze dachten dat dan wel echt gebeurd was en wat niet. En vaak zeiden ze van, nou ja, die scène met die, dat zij een condoom geeft die ze bij Rutgers gehaald heeft. Dat moet wel echt gebeurd zijn. Maar dat heeft hij allemaal verzonnen. Maar het zou wel gebeurd kunnen zijn, want het is altijd in de geest van de tijd en in de stijl van de tijd. En dat heeft hem wel in verlegenheid gebracht of in conflict gebracht met de Japanners, met wie hij een film maakte, Tokyo Trial. En hij wilde op zijn manier te werk gaan, zoals hij altijd op zijn manier te werk ging. Dus hij had ongelooflijk veel research gedaan. En de Japanners die wilden alleen maar feiten zoals ze echt gebeurd zijn. Dus het kon zelf niet zo zijn dat hij een scène ergens plaatste en dat er later iets gebeurde wat daarvoor had plaatsgevonden. Want dan zeiden ze van nee, dat was een dag later, dat kan nooit op die dag geweest zijn. Ja, dat was heel frustrerend voor hem. Tokyo Trial, het proces, het Nuremberg-proces in Japan. In Japan, de oorlogsmisdadigers daar, waar Reuling, de Nederlandse rechter, daar een grote rol in speelde. Ja. En te zien, die heeft hij gemaakt voor Netflix, hè? Ja. Eigenlijk heeft hij hem ook gemaakt voor een bioscoopversie voor Nederland. Daarvoor heeft het Filmfonds toen geld gegeven. Maar hij heeft hier, geloof ik, 1 week gedraaid of zo in 1 kopie. Dat was, maar verder, op een gegeven moment kwam Netflix erbij. En Pieter had min of meer de hoop dat zij vanwege dramaturgische redenen ook in het scenario zouden ingrijpen en in het proces. Zodat het een goede film zou worden. Achteraf bleek dat het voor hen een fijne manier was om een voet op Aziatische bodem te krijgen. Want het was het eerste project wat ze in Japan deden en in Azië. Dus hij voelde zich een beetje misbruikt, eerlijk gezegd. En voor de Japanners lag het hypergevoelig. Ja. Ik heb het gevoel dat Pieter het wel besefte, maar het toch nooit beseft heeft, pas toen hij er middenin zat. Ja. Hoe gevoelig het lag. Ja. Omdat het ging over een stuk oorlogsverleden waar hij eigenlijk nog helemaal niet over wilde praten. En er werden namen. En wat ik altijd van Pieter begrepen heb, is ook dat die Japanse makers, het was een co-productie, daarom ook zo formeel waren. Omdat ze als de dood waren door hun bazen gepiepeld te worden. En, ja. Er waren ook weer bazen boven die bazen, want er waren sommige bazen die snapten wel wat Pieter aan het doen was. En die vonden dat heel oké, maar die werden weer teruggefloten door... Nou, volgens mij ging het terug door de Japanse keizer ongeveer. Iedereen bemoeide zich ermee en... Onze Pieter werd er knettergek. Ja, het is echt heel jammer geweest dat de laatste jaren, achteraf gezien van Pieter, die zo creatief was, waarvan we allemaal dachten dat hij 102 zou worden, dat die voor een flink deel vergald zijn geweest door dit gedonder met die film. Hoor. Ja. Pieter had zo'n mooie term daarvoor. Hè? Van Pieter zei altijd, je moet een beetje liegen om bij de waarheid te komen. Ja. Ja, nee, dat is precies dat proces wat ik net uitlegde. Ja. Dat was dat. Ja, maar het is nauwelijks liegen. Het is gewoon, ik bedoel, als je herkent dat, Geert, dat doe jij in je boek. Nee, je schrijft heel precies hoe het gegaan is. Maar je bent wel in al je boeken, en dat doet elke beetje goede historicus zelfs, een non-fictieschrijver, je werkt wel met verhaallijnen.
Anders wordt het totaal onleesbaar. Dan kun je net zo goed een telefoonboek afdrukken. En dat is wat Pieter ook deed in die film. Hij deed absolute waarheid niet geweld aan. Maar, en ook omdat het een speelfilm is. Als je zegt het is een documentaire, dat spreek je met je kijkers af, dan is het helemaal echt. Een speelfilm mag je binnen zekere marges mag je wel een beetje flexibel zijn als het niet, als het niet echt botst op de werkelijkheid. En, maar ja, dit was met Pieter gewoon. Die moest er voor elke gebeurtenis een kassabon inleveren ongeveer. Het was een totale ramp. De aanleiding van de Dream in 1985, Fries Festival, uitgebracht. Ontstond er ook een hele discussie. Dat was de Hogerhuiszaak. Oh ja. Ik ga niet de hele geschiedenis daarvan vertellen, maar een historisch gegeven, hier in Friesland, van ja, wat de geschiedenis wel precies vertelt. Nou, Pieter had zich erin heel goed in verdiept, maar ja, hij ging wel wat vrijer daarmee om. Weet jij dat nog van Peter, dat toen speelde? Ja, natuurlijk speelt het altijd. Ik bedoel, een bekende kreet is toch altijd, een beetje liegen is ook een vorm van creativiteit. Maar als je dat doet in functie van je verhaal, en dat je de slagader van het verhaal, dat je die zo helder mogelijk en zo indringend mogelijk kan verfilmen, dan zijn er veel dingen gepermitteerd. Maar ik denk dat hij bij de Hogerhuiszaak vrij dicht wel bij de waarheid is gebleven. Omdat er ook toch wel min of meer toen bekend was dat Wiebert en Hogerhuis inderdaad wel wist wie de dader was, maar het verdomde om kameraden of wie dan ook maar te verraden. En daarin sprak, wat denk ik Pieter ontzettend aan heeft gesproken, dat is toch dat karakter van die onafhankelijkheid. Wat hij zelf natuurlijk ook heel erg had. En ik weet ook wel dat we tijdens opnames wel eens een paar keer, één of twee keer, dat er wel eens mensen in de omgeving waren. En ik weet me nog te herinneren dat er ooit een keer een oudere baas was. En die had zo'n klein wandelstokje bij zich. En of die nou bij de figuranten betrokken was, dat weet ik niet meer. Maar die sloeg op een gegeven moment met dat stokje op de tafel en riep van: Godverdomme, samen dienen. Die was ervan overtuigd. Dus het zegt iets over de geschiedenis van die man, denk ik. Ja. Aan welke kant hij politiek stond. Maar het was dus toch iets wat iedereen ongelooflijk bezig hield. En ook de thema's van de films van Pieter, tenminste, als ik ze nu allemaal weer zo'n beetje terugzie, dan denk ik, ja, ze zijn eigenlijk tijdloos. Ja. Je kan ze over, ik weet niet hoeveel jaar weer uit de kast halen, en zit je weer naar een product te kijken dat je denkt, weer betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. Ja. En ja, dat bij de Hogerhuis was dat natuurlijk ja, toch redelijk heftig, omdat we ook die zaak in Frankrijk hebben gehad. Hè? Bedrijfhoes, ja. Gerechtelijke dwaling, nou, daar hebben wij behoorlijk aan meegedaan toen in die periode. En die strijd, geloof ik best wel dat die er ook wel was. Maar het is altijd zo fraai dat als je praat over de Friese film, dat men toch alweer, dat merk ik in mijn eigen vak met collega's ook, dat er vrij gesproken wordt over een stugheid of een ontoegankelijkheid, et cetera, et cetera. Terwijl ik altijd merk dat er eigenlijk geen emotioneler valkje rondloopt dan de Friezen. Want er staat ergens een kerkje met wat huizen en een kroeg, en die heeft een toneelzaal. En daar wordt gezongen. Hè, dat is, kijk maar naar Heerenveen. Er wordt gezongen en men heeft een eigen blaasorkest. En hoeveel openluchtspelen zijn er niet? Hè, ik merk ook altijd met voorstellingen die hier komen, dat bij de Friezen word je daar met je verhalen omarmd. En dat was ook een enorme kracht van Pieter. Pieter had, het had niet veel geschild. Pieter wilde zelf toneel aan de toneelacademie. Ja, ik heb ooit voorgesteld met, dat was Suiker van Hugo Claus. Dat was toen bij het Noord-Nederlands Toneel. En toen zei ik tegen de toenmalige artistiek leider Evert Jager, ik zei, weet je wat, we moeten Pieter vragen. Want volgens mij wil Pieter best wel een keer gewoon toneel regisseren. Ja. Nou, dat was klaar. Dus Pieter die kwam. En dan was het vermakelijke daarvan, Pieter was natuurlijk gewend, we maken een shot, we leveren dat af en op een gegeven moment ben ik daar tevreden mee klaar. En op een gegeven moment, als we weer gingen repeteren, dan kwam Pieter naar me toe, die zei, ja, maar verdomme, waarom doen ze nou telkens weer wat anders? Want wij waren dan aan het repeteren. En dat, nou, ja, dat begreep ik net. Ja, ik begreep er net van, godverdomme, dat was allebei wat oors. Ja, dat was, ik weet ook wel dat hij daarna, geloof ik, ook besloten heeft om te zeggen van, ik denk dat ik dat maar bij jullie laat. Dat gaan we, geloof ik, maar niet meer doen. Hoe was hij als regisseur? Verschrikkelijk. Nee, weet je, de kracht van Pieter was, hij was echt geïnteresseerd, niet in zichzelf, maar in het verhaal en de mensen waarmee hij het maakte. Dus je kreeg bij Pieter altijd een hoge mate van loyaliteit. Het summum daarvan vond ik, wat ik nooit had gedacht dat het zou gebeuren,
de eindmonoloog van Wieberen, daar had Pieter een paar keer tegen me gezegd van, maar weer repeteren, hè? Dan zei ik, nee, gaan we niet repeteren. Oh, nee? Ik zei, nee. Een week later, we moeten het nog even over die monoloog hebben, maar wel even repeteren. Ik zei, nee, gaan we niet repeteren. Maar waarom niet? Ik zei, nou, ik heb maar één vraag aan je. Ik wil hem graag in een van de laatste draaidagen, wil ik die monoloog doen. Dan kan ik tenminste alles wat we in die periode hebben meegemaakt doen. Ja. Ja, dat kan. Ja, dat kan. En dan een week later zullen we toch niet... Nee, Pieter, dat zullen we niet. En dan verder ook dan niet meer over praten. En we hebben hem inderdaad... een van de laatste draaidagen hebben we die hele monoloog gedaan... zonder dat we hem ook maar één keer hebben gerepteerd. En was wel zo dat Pieter wel zo goed naar zijn dramatisch personeel kon kijken... dat hij dan na een opname dacht van... Ja, die gaat wel goed. Maar even de stress erop. En dan begon hij te kakelen. En op een gegeven moment de hele cast in de crew. Er was een hond bij, er was een kat bij, er waren vogels bij. Die zaten allemaal door elkaar heen. Het was één grote bende. Op een gegeven moment was stil en zei Pieter, goed, gaan we nou nog even draaien. We hebben een stukje van Pieter die regisseert, die jou regisseert, uit de Dream. Oh. Laten we daar even naar gaan kijken. Dat denk ik niet. Krijg je een heel oorverhaal. Dus even vanuit die stand van met z'n tweeën vasthouden. Als je dood loopt weg, jij pakt hem ogenblikkelijk hier zo op. Dit, hè? Ja. En jij, ja. Nou, is... Pieter Verhoef. Afkomstig uit het Friese Lemmer, debuteerde in 1981 als speelfilmregisseur met de veel geprezen en onderscheiden film Het Teken van het Beest. Zijn naam was al gevestigd als VPRO-televisieregisseur van voornamelijk gedramatiseerde documentaires. 15 februari 1985 beginnen de opname van De Droom, in het Fries De Drem. Cameraman is Paul van den Bos. In zijn rug. Ja, jij mijn klap in zijn maag geeft. Ja, dat ziet er beter uit. Ja, de samenwerking met Paul was uitstekend. Ik heb een grote bewondering voor ambachtelijkheid. En ik zie dat hij buitengewoon zorgvuldig en geconcentreerd werkt. En vooral ook met het opstellen van het licht... doet hij zijn uiterste best om een stijlvaste licht te hanteren. Maar dat kost verschrikkelijk veel tijd. En ik heb dan niet de neiging om dan Paul en de belichters op te jagen. Want die dingen hebben gewoon hun tijd nodig. Zeker als je ook daarin een basisatmosfeer die zich over de hele film uitstrekt wilt zien te bereiken. Ja, dat is het. Dat is zo. Dan zie je hoeveel gedoe er altijd is nou, met ja, film wat, ook. Hè? Wat goed is, hij wist elk onderdeel. Was eigenlijk een van de medespelers van het maken van een film. Hè? Dat gold ook voor zijn muziek. Muziek was niet de muzikale ondersteuning of weet ik wat. Zijn muziek die Kees maakte. En omdat Pieter zelf ook zo ongelooflijk veel gevoel voor muzikaliteit had... merkte hij ook altijd dat bijvoorbeeld... en dat gold ook voor licht en camera, maar ook voor de muzikaliteit... Het waren voor hem waren dat meespelers. Die speelden mee in de film. Het waren bijna personages. En dat maakte ook dat hij ongelooflijk veel oog had voor detail. Ik zie dat nu ook weer in die films terug. Dan denk ik ineens, dan zie ik een bandje zitten. En dat bandje, dan moet Marijke Veugels, die moet dan die moet wat zingen. Dan zet er zo'n bandje aan, er zit een drummer. En die moet ze nu dan een koortje doen. Maar zit tegelijkertijd ook een boterhammetje te eten. En met het boter. En het valt dan ook onmiddellijk op, weet je wel. Het worden dan allemaal veel meer mensen dan alleen maar registratie van personen. Ja. En daar was hij echt meesterlijk in. Meesterlijk. Maar ja... Dat is het, joh. Hij kon verhalen vertellen. Had het meeste problemen, ook met zijn dramatische personeelsleden... werden bijna altijd met een vleugje humor werd dat opgelost. En hij kon daar zelf ook ongelooflijk veel plezier aan beleven. Bijvoorbeeld de stotterende vader in de vuurtoren. Daar hebben we één keer een scènetje gedaan... dat die man, die moest gewoon even stotteren... en die zei hij zo van... Margeluze Bosk. En dan moest hij zo vreselijk lachen. Dan zei hij tegen de camera... Even niet meedraaien. We doen het nog een keer, Peter. Kom, we doen het nog een keer. Ik geloof dat we dat de ene zinnetje op een gegeven moment... wel 4 of 5 keer hebben gedaan. Nou, klaar. En dan was de grap weer voorbij en dan gingen we door. Daar was hij echt meesterlijk in. Ik denk dat je Pieter wat dat betreft een hele uitzonderlijke... echt een uitzonderlijke filmer... die ook het conflict met zijn acteurs ook niet nodig had. Dat, hij had ook zijn
Zijn hele werk werd altijd bepaald door het moment en door de humor en door de waarheid. En hij schuwde niet, en dat is zo mooi. Kijk, we zeggen altijd melodrama, dat heeft zo'n nare bijklank. Maar goed, eerlijk melodrama is een van de slagaders van een goed verhaal. Ja. En daar was hij uitermate gevoelig voor. En wat we net ook al zeiden, folklorisme, nee. Nee, geen folklorisme. Ja. Als de taal werd gebruikt als folklor, nee. Het moest, de slagader van het verhaal stond in dienst van de taal, van het beeld, van alles. Paul, jij hebt met vele regisseurs gewerkt. Paul Verhoeven, Frans Wijs, noem maar op. Waarin verschilt Pieter van al die andere regisseurs? Dat hij zo eerlijk was. Goud eerlijk. Dat weet je helemaal. Ja. hij kon alleen maar eerlijk zijn, gewoon. Ik heb geloof ik dat hij verteld. Ik zal het voorbeeld nog even van de trein. In Nienke is een treinscène met een locomotief en wordt afscheid genomen op het perron. Dat is een heel grote scène met veel figuratie. En die trein, het zou eigenlijk een trein moeten zijn uit 1910. En om een stoomlocomotief op een station te krijgen, in dit geval was het Den Haag, want het was heel mooi, echt mooi oud toen, nog steeds, Den Haag Spoor. Om daar een trein te krijgen, een locomotief met een trein uit die tijd, dat is een ongelofelijke onderneming. Dat is niet normaal gewoon. Dus het heeft 4 maanden gekost om überhaupt een stoomlocomotief bij het perron te krijgen met de goede wagons erachter. Dat was fantastisch om te zien. We waren er ook heel vroeg in de ochtend bij de opname. Toen we gingen draaien, kwamen we daar, stond die locomotief daar. En al die kleding was, alle figuratie liep met kleding daar. Het zag er fantastisch uit. En Pieter en ik gingen altijd samen naar de set. En Pieter loopt en die kijkt naar die trein, naar die locomotief. En die zegt, ja, dat is niet de goede trein. Dat is niet de goede trein. Dat zag er prachtig. Overal stoom, weet je wel. Ja. Nee, moet een ander, dus locomotief. Dit is te jong. Het scheelde 10 jaar, hè. Dus dat was echt, en dat was gewoon zijn oprechte eerlijkheid. Ja. Gewoon. En omdat hij plaatjes had gezien van locomotieven uit 2010 of 2005 of zo. 1905 of 2000 of 1910. En hij was echt volkomen oprecht en dat meende hij ook. En toen konden we wel tegen hem zeggen, nou Pieter, we gaan het gewoon hiermee doen hoor. Ja. Verder geen flauwekul. Nou, dat begreep je ook heel goed en moest hij een moment schakelen. Maar hij moest wel even toch... Maar heb je toen ook je beruchte zin gebruikt? Want dat wilde dan wel eens gebeuren bij dit soort omstandigheden. Dan nam jij alle tijd ervoor en liet je dat rustig gaan. En als Pieter uitgesproken was, dan kwam je altijd met de zin... Ja, Pieter, maar we doen het allemaal voor jou, hè? Dat was een gevleugelde zin. Zoals een andere regisseur wel eens tegen hem gezegd, als ik wat opmerkingen maakte, dan ging hij heel lang naar me luisteren. En dan was het afgelopen, zei hij, tegen dank voor het oponthoud. Dat geldt ook voor de sneeuw. Maar dan moest je maar voor echte sneeuw, dat heb je natuurlijk niet zo vaak. Ja. Dat echt moet zijn. Ja, want in de Nienke zit natuurlijk heel veel sneeuwscènes. Nou, vooral de scène, hè, waarbij... Pieter Jelles vertelt dat hij niet helemaal eerlijk is in geweest. Maar dan op een gegeven moment bedachten Pieter en ik, ja, het moet sneeuwen in die scène waarbij hij zijn ontrouw aan Nienke moet vertellen. Dat zou mooi zijn als het zou sneeuwen. Want anders krijg je 2 mensen weer die binnen zitten op een stoel. En het moet dramatisch geladen zijn. Het draaide wel in een winterperiode, maar ja, we hadden geen internet, geen buienradar. Dus gewoon bellen met KNMI en die zeiden, dan gaat het sneeuwen. En de productie die zei, nee, dat kan absoluut niet. Je kan niet, het is veel te gevaarlijk. Stel dat het niet gaat sneeuwen, dan missen we die scène gewoon. Ja, zei Piet en ik, maar het moet toch eens sneeuwen. Gewoon, ja, dat is nou zo, ja. We hebben ontzettend veel aan jullie cadeau gedaan. Nu doen jullie ook maar wat voor ons. Laten we gewoon erop aan laten komen. We hadden gebeld met KNMI en die zei, ja, om 2:05 gaat het sneeuwen. Niet om 2:02, nee, om 2:05. Nou, 2:10, niks sneeuw. Alles stond klaar en verdomd zich.
vijf over twee begint het te sneeuwen. Jij hebt gevraagd om dat fragment. Er zijn meerdere fragmenten, sneeuwfragmenten. Nou ja, om de spanning. Kijk, we wisten gewoon, het blijft een half uur sneeuwen. Dan moet je even wachten tot er wat sneeuw ligt, anders zie je niks. Dus die ben je ook altijd kwijt. Dus het was een hele korte draaitijd. Ja. En dat vraagt van iedereen veel. Niets kon fout gaan. Niet voor de acteurs, niet voor ons, niet voor de steadicam die ik bestuurde. Niet voor het licht. Alles moet werkelijk, take 1 moet hem zijn. Dat is ook wel fantastisch hoor, want dat zet ontzettend veel druk op de acteurs, waar het toch allemaal vandaan moet komen. En niemand mocht een fout maken. De focus niet, echt helemaal niemand. Dus ja, dat is een enorm risico wat je loopt, want er wordt allemaal maar geld weggebrand als het niet lukt gewoon. Ik dacht, het gaat gewoon lukken. En waarom weet ik niet, maar het moet gewoon. Het moet gewoon zo. Dus dat hebben we gedaan. En het mooie van de acteurs vond ik altijd, die voelden die spanning van ons achter de camera. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Maar die waren heel rustig. Die hele scène is eigenlijk heel rustig. Dat is zo prachtig. Terwijl er eigenlijk, geloof ik, puinhoop achter je. Van rennende mensen heen en weer, niet in de kuil vallen, weet je wat. Ja, wat zoals met de professionele wereld gaat. We gaan kijken naar de sneeuw, een van de sneeuwscènes in Nienke. Ja. Oh, dit is een andere. Een andere, ja. Het is een andere scène. Het is een andere, ja. Nee, het kon mij meer wat kelen. De bijen liet ik horen onder het nije vanken. Ik zakken in een wek. Ik schoot onder het ijs. Alles weer ijskoud. Ik weer koud. Ik viel er niet meer. Monique Hendricks, ze zit hier in de zaal. Die herinnert zich vast ook wel die scène en het opnemen daarvan. Hanneke, nu hebben we het camerawerk gehad en het werken met cameramensen. Maar Pieter had altijd, en dat muziek van Kees, Bijlstra hier ook weer. Kees had het er ook altijd over. Het ritme ook in de film. Pieter vond altijd, als je met hem sprak over film, ritme. Nou, Geert kan er straks iets over zeggen, want met een boek heb je dat denk ik ook. We moeten dat schrijven niet zomaar achter elkaar of zoiets, maar... Wat verstond hij daar dan? Hoe was hij daarmee bezig? En hij vond dat iedere scène een innerlijk ritme moest hebben. Ja. Volgens mij hadden jullie daar ook altijd over. Ja. Jij had zo'n mooie uitdrukking daarvoor. Zei in Spaans een of andere term of zo. Maar goed, in ieder geval dat het een hartenklop moest hebben. Ja. En dat het een innerlijk ritme moest hebben. En bij het bekijken van andere films... had hij daar ook altijd over. Hij zei van ja, het zit allemaal goed in elkaar, maar het heeft gewoon geen innerlijk ritme. De scène, de scène moet corazón hebben. Corazón, dat was het, ja. Dat konden ze zo heerlijk zeggen, corazón. Ja. Hart. Ja, hartenklop, ja. Ja. En daar was hij ook ongelooflijk precies en had hij een goed gevoel voor. Ja. Volgens mij had hij dan, als hij met zijn acteurs daarover sprak... moet hij daarover gehad hebben, over hoe je het moest spelen? Ja, absoluut. Ik dacht, voor mij bedoelde hij daar altijd mee de muzikale slagader van een scène. En als die niet klopte, dan heb je bij sommige scènes. Heb je, als je naar een scène zit te kijken, acteur, actrice, en dat je ernaar zit te kijken, je denkt, ja, nee, maar ontzettend goed. Godverdorie, wat doen ze dat goed, zeg. Prachtig, prachtig. Andere scène, hetzelfde onderwerp. Andere acteur, andere actrice, daar stap je uit en je kan het niet benoemen. Ja. Maar je gaat 5 centimeter van de grond en zeggen, maar waarom is dit nou beter? Ik kan het niet benoemen. Want op het moment dat ik het kan benoemen, is vermoedelijk die magie weg. Ja. En Pieter had daar een heel sterk instinct voor. Ja. Die kon daar heel instinctief direct op reageren, waarom wel en waarom niet. En dan wist hij ook precies waarom het overgedraaid moest worden.
Met ja. Pieter dacht je ook nooit, mag deze film misschien afgelopen zijn? Hoe goed hij ook is. Ja. Ja. Ja, bedoel, je ziet natuurlijk hier overal films die gewoon een half uur te lang duren. Ja. Ja. Van je denkt, als ze dat half uur niet hadden, dan waren het hele goede films geweest. Dat ook het rit met Pieter zat altijd strak in elkaar. Ja. Ja. Geen minuut te veel. Ja. Maar hij, had het ook, hij zag het ook tijdens de opname, dat vind ik zo knap. Dat hij, als hij een scène, als we een scène draaiden, dan wist hij gewoon dat hij had, dat hij vroeg je aan mij, is het goed? Nou ja, is het goed, ja. En dan had hij gezien, want we hadden helemaal geen afkijken, of je kon er niks zien. Hij zag gewoon, stond naast de camera en keek mee. En hij wist gewoon, dit is de essentie van de scène, daar ging het hem altijd om. En hij zag gewoon of het goed was, ja of nee. En hij wist gewoon dat het goed was. En dan hoefde het er ook niet over gedraaid te worden. Hij was, met Pieter draaide je nooit veel scènes, 2-3 keer misschien, soms maar 1 keer zelfs. En dan zei hij ja, en dan stond hij te denken, ja dat stukje, ja, maar ja, dat halen we uit scène 2. En we hebben het. Zo, dat vond ik wel ongelooflijk. Dat heb ik nooit meegemaakt met iemand anders. Andere, en het ging echt om grote producties. Echt. En Nienke was meer dan 1 miljoen, geloof ik, of zo. Aan geld. En dan werkte die ook zo. Dus dat maakte niet uit. Terwijl misschien best nog een teken bij het kunnen draaien. Maar dat deed hij niet. Als hij het had, had hij het. Dat vond ik al heel bijzonder van hem. Gewoon. Dat heb ik nooit eigenlijk... Misschien Paul Verhoeven ook wel. Maar dat was het wel zo'n beetje. Ik heb nooit een regisseur meegemaakt die... datzelfde overzicht had in dezelfde, ja, die werkelijk wist wat hij aan het doen was. 100% dit is goed, ik heb niks meer nodig, hier doen we het mee. Dat is bijzonder, ja. Dat straalt ook af, denk ik wel, van, ik wilde jullie even meenemen een fragment van De Vuurtoren. We moeten even een fragment laten zien, ja. Waar die ditzelfde soort, dat komt daar wel in naar voren. Wat een hichte. Of doorslaan hier is niet meer. Hester? Ja. Zit nou op, man. Weer in Amsterdam. We zijn eigenlijk weer bij het begin, maar ik wilde afsluiten met Pieter heeft ontzettend veel gedaan, maar hij had nog veel meer projecten. We hadden nog veel meer films van hem kunnen zien, want er zijn ook nogal wat projecten niet doorgegaan. Hanneke, dat is altijd... Ali en Nino is zo'n project. Een film waar hij hier ook op het filmfestival altijd weer over sprak, jarenlang. Ja. Verfilming van een boek. Said... Van Said... Speelde in Kurban Said. En dat was ook een project, speelde ver van Friesland. Maar het is nooit gefinancierd, nooit doorgegaan. Hij wou een film maken over Gert en Hermien. Had hij de titel al? Ja. Is ook niet... is ook niet doorgegaan. Morgen wordt alles anders. Maar is ook niet doorgegaan. Nou, zo ja, kreeg hij de financiering niet rond. Bij zijn afscheid heb ik dat inderdaad gezegd. Hij had een film kunnen maken, nooit gemaakt. Met alle fragmenten van films die nooit gemaakt zijn. Dat was ook nog een van de plannen die hij had. En
Daarna heb ik er met een collega van hem over gesproken. En gaandeweg kwamen we achter zoveel dingen, plannen die hij had gehad, maar die niet doorgegaan zijn. Om wat voor redenen ook, vaak financiële overwinning. Nou, dat heeft mij altijd verbaasd, moet ik je zeggen. Ik heb het altijd raar gevonden dat een man met zijn kwaliteiten toch altijd weer moest bedelen om geld. Beter, dat is net dat, zo. Bedoel, als dus je zo'n icoon hebt in je film. Niet te geloven geweest. En dan moet een producent en een filmfonds moet zeggen, nou Pieter jongen, zeg het maar, wat is je volgende plan? Gaan wij ervoor zorgen dat het gefinancierd wordt? Je moet altijd weer, zelfs met ja... In 2014 zat ik hier op het festival, verbazingwekkend, samen met Pieter. En 2018, dat gedoe, had hem gevraagd om een hele serie documentaires op te zetten. En Pieter zei, nou, ik weet niet wat ik moet doen, zei hij, want ik hoor niks van ze. En hij had ze gebeld en toen had hij secretaresse aan de lijn gekregen. Oh, met meneer Hoef, zei u, meneer Hoef. Ja, morgen kunt u de secretaresse misschien spreken van... Nou, hoe heette die types allemaal? En toen is hij uiteindelijk er zelf heen gegaan. Bizar. Ja, nou ja. Hij gewoon voor de deur gaan zitten. Ja. Hij heeft in aanloop naar het binnenhalen van de culturele hoofdstad, heeft hij ontzettend veel werk gedaan om met plannen gemaakt, gewerkt aan dat bidboek. Ja. En dan had hij het plan dat filmmakers over de hele wereld gevraagd zouden worden om hun kijk op Friesland te geven. Net zoals dat fotoboek dat er geweest is, dat was eigenlijk een beetje een soort opzetje. En nou, het plan was dan, fantastisch, dat zetten we erin en dat gaan we doen en zus en zo. En dan gaan we die regisseur vragen en die en nooit meer iets van gehoord. Ja, bizar. Maar dat is heel bizar. Het zag toch ook wel die enorme veerkracht die hij had, dat hij voortdurend, want ik zag hem nooit down of iets. Hij had altijd ook dat er weer iets was wat hem interesseerde. Of als er iets werd afgewezen. Dit frat wel aan hem hoor, die 2018 frat aan hem. Ja. En ik vind het ook echt niet kunnen. De internationaal de beste Friese filmer van deze eeuw en de vorige eeuw. Dat die als playpapier is behandeld daar. Absoluut. En de grap was gewoon, als je weet hoe het in elkaar steekt. Hij maakte deel uit van het bidboek. En daarna is men totaal van het bidboek af. Het bidboek hebben ze de titel binnengehaald. Inderdaad met Pieter en een heleboel anderen. En daarna zijn er heleboel andere dingen gebeurd. En goddank hebben de Friese het toen nog gered. Maar wat Dette zegt, Pieter ging ook altijd weer door. Pieter was ook niet iemand die daar dan in bleef hangen. Die ging dan wel, want 2017 gingen twee films zo in première op de Nederlandse Filmdagen in Utrecht. Ja. Dat portret van Herman Koch en de Tokyo film. Ja. Maar hij ging ook altijd... Bij jou, met jou in Amerika, denk ik niet dat hij veel zeurde, wat niet was doorgegaan. Nee, hij zeurde helemaal niet. Nee. Wat jij zegt, hij was zo veerkrachtig. Ja. Dan had hij weer een project wat niet doorging en dan was het wel eventjes vloeken. Maar dan kon hij s'avonds alweer zeggen van, weet je, ik heb er zo over gedacht en dan... dat en dat, en dat zou leuk zijn om daar een film over te maken. Echt nog dezelfde dag, bij wijze van spreken. Ja, mooi. Echt ongelooflijk. Ja. Pensioen bestond niet voor hem, want hij was 80. Hij zei ook altijd, wat moet ik doen? Ik heb helemaal geen hobby's. Ja, mijn werk is mijn hobby, zei hij ook altijd. Ja. Ja. Hij deed ook echt niets liever. Nee, de rollator komt er bij mij net in. Nee, dat zei hij wel eens. Nee, de rollator komt er bij mij net in. Hij heeft ook heel veel kunstenaarsportretten gemaakt. Dat vond hij ook geweldig om te doen. Ja, dat en, dan koos hij weer iemand uit en dan ging hij daar met zijn camera naartoe. En zei van, net zo is dat portret over Tjebbe Hettinga ook ontstaan. Hij vond het zo'n interessante man en ze zagen er eigenlijk helemaal niks in zitten. En toen is hij gewoon begonnen met filmen. En op een gegeven moment had hij die opname over die van Tjebbe. Dat hij als blinde dichter over de schaatsbaan in Heerenveen aan het schaatsen is. En toen heeft hij de VPRO opgebeld van ik heb een misschien wel iets interessants. Een blinde dichter die schaatst. Is dat wat voor jullie? Nou, toen waren ze opeens geïnteresseerd. De laatste film heeft hij ook niet af kunnen maken. Hij was bezig met een documentaire over Andries Deinem. Over Andries Deinem, een Fries uit Workum, die op 18-jarige leeftijd in 1938 verhuisd is of geëmigreerd is naar de Verenigde Staten. En daar een belangrijke rol gespeeld heeft in de
filmwereld een instituut heeft opgericht in Portland, Center of Moving Images, en een hele belangrijke betekenis is geweest voor de Portland gemeenschap, maar ook voor filmstudenten. En daar was hij best ver mee. Twee keer is hij naar Portland geweest om daar mensen te interviewen, studenten van die Andries Deinem. En research doen in de bibliotheek daar, brieven gelezen, dagboeken gelezen. Maar hij was nog op te laat bezig was hij om een aanvraag te schrijven voor de omroep. Maar op het moment dat hij merkte dat hij niet echt meer het helder op papier kreeg, toen knapte er ook wel iets in hem. Daaraan kon je echt zien dat hij, ja, dat denken en die ideeën hebben, dat was echt zo'n motor voor hem. Ja. Brandstof om door te gaan. Ja. Hij is nooit rijk geworden van de film. Wie wel? Ja, zo'n Paul Verhoeven of misschien. Ja. Maar sprak hij daarover? Was hij daar jaloers op? Nee. Nee. Nee, het interesseerde mij. Nee, het interesseerde me. Het interesseerde me echt helemaal niet. Absoluut niet. Nee, hij was echt geïnteresseerd in het maken van dingen. Ja. En dat het wat geld opleverde was fijn. Ja. Ja. Nee. Hij moest natuurlijk wel ook leven. Ja. Was niet altijd maar even handig en makkelijk. Nee, zeker niet. Nee. We hebben nog een laatste fragment. En dat is Pieter die zingt. Pieter zingt Mijn liefde voor jou. Speciaal voor Hanneke. Uit Van Geluk gesproken. En dat laten we als laatste zien. Hey, kom jij er nog uit vandaag? Het is 10:30, Har. Ja, kom op nou. Ja. Kom eruit nou, hey. Ja. Flik eens op. Wat nou, waar hadden we het nou gisteravond over, Har? Onder elkaar. Miet erop nou. Wat nou, los. Flik erop nou. Flik er zelf op, kom op nou. Ja. Zo. Top. Frisse lucht is gezond. De tering, ja. Wat is het voor grafmuziek op die radio? Er is geen woord vies bij, hè? Er zit ontzettend veel. Van Geluk gesproken hebben wij vanmorgen gezien. Er zit heel, ja, bij de hele tragische filmkanten zitten daar natuurlijk ook aan. Maar ontzettend veel humor, hè? Dat was zeker te lachen. Mag ik jullie hartelijk dank zeggen. We zitten een beetje over de tijd, want 4:15, dan begint hier de film De Vuurtoren. En daar gaan we met z'n allen naar kijken. Heel uniek dat we daar nu na zoveel jaren naar kunnen kijken, na 25 jaar. Want volgens mij is hij nooit in de bioscoop vertoond. Het was een televisie, voor de VPRO-televisie is gemaakt. Dus ik verheug me er erg op. Ja. En de muziek van Kees Bijlstra, ook in deze film. De muziek van Kees Bijlstra is, prachtige muziek, is hier te verkrijgen op cd bij de Bali. Voor. Ja. Mag ik hartelijk dank. Wij. Pieter had van de Kabel graag hier iets anders in gewild, maar ik drink even op, Pieter. Ja. En wij drinken ook op, Pieter. Dank je. Ja, dank je wel. Oh, dank je. Dank je wel. Dank je wel.